Yo mensen, mijn naam is Patrick van Max Anime Cards en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trading Card Shop Simulator. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar mijn C-vel die is helemaal kwijt van mijn winkel van level 44, dus ik moet helaas opnieuw beginnen. Maar ja, hopelijk, ik weet niet of ik wat fout heb gedaan of de game wat fout heb gedaan. Maar ja, we gaan gewoon weer opnieuw beginnen. En dan gaan we gewoon weer zorgen dat we alles zo snel mogelijk erbij krijgen. En ja, dan gaan we gewoon beginnen. Het is wel een beetje balen natuurlijk. Maar ja, we weten nou in ieder geval wat we moeten gaan doen. Dus we gaan eerst eventjes weer de nieuwe kaarten kopen. Dus dan gaan we gelijk eventjes een paar dozen halen. En het is echt jammer, maar ja, ik kan hier helaas niks aan doen. Dan gaan we gewoon weer eventjes opnieuw starten. Dan gaan we kijken of we weer wat moois ervan gaan kunnen maken. En dan hopelijk die fout niet meer in de dat die niet meer in de toekomst gebeurt. Oké, dat hebben we gedaan. Laten we gelijk open gaan. En dan pakken we nog eventjes deze doos erbij. Oké, kom op. Dus dan moeten we weer eventjes helemaal opnieuw beginnen. Maar we hebben nou wel denk ik de juiste instellingen daarvoor. Ook dat hij niet meer zoveel lekt. €3. Oké. Ja, dat wordt weer gewoon heel veel spelen. Even kijken. Gaan we zo ook weer eventjes wat pakketjes openmaken. Ik baalde er echt heel erg van, maar ik wil de serie niet stoppen, want ik vind het gewoon te leuk om te doen. En dan gaan we gewoon, gewoon weer alles opnieuw beginnen. Ik ga even een paar pakketjes openmaken, om de pijn te verzachten. Oké, kom op. We zijn weer shop level 2. Crowbip. Oké. €18,98. Oké, er staan weer klanten in de rij. Let's go. €30. €24. Oké, we moeten nou weer een speeltafel gaan kopen. Dus dat gaan we maar meteen eventjes doen. Ja. Oké. En dan zetten we die weer hier zo neer. Dan kunnen we dit event doen. Oké. Die hoeven nog niet, want het is weer dag 1 natuurlijk. Dan gaan we nog maar eventjes een paar pakketjes openmaken. En we moeten zo heel gauw al die pakketjes bijvullen, want ze zijn bijna op. Oké, let's go. Kitsjoen. Het zal dus nog wel eventjes duren voordat we weer level 46 zijn. En misschien dat ik zelf ook wel wat ga spelen zonder dat het
dat ik het opneem. En dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is. Er zijn nog maar 2 pakketjes op te schappen. 39 euro. 6 euro. En nog een keer 6 euro. Laten we heel even gauw deze doos erbij pakken. Gaan we weer even alles bijvullen. En dan gaan we gelijk even wat nieuwe dozen halen. Dan pakken we deze wel even. Oké, let's go. Oh, hij zegt dat er nog items in zijn. Oké, dan gaan we deze heel even helemaal bijvullen. Oké. Gaan we even iedereen helpen. 9 euro. €16. Gaan we zelf weer eventjes wat pakketjes openmaken. Kom op. Ankerfish. Oké. Laten we gelijk even alle schappen bijvullen nog. Zo dan. Je hebt echt veel pakketjes. Oké. Gaan we gelijk even wat pakketjes bijkopen. Oké, nice. We kunnen nog steeds geen lening of zo doen, hè? Dat hebben ze niet. Ook niet bij settings, nee. Nope. Helemaal niks. Dat had je bij de trading cards of bij de supermarket simulator wel natuurlijk. Dan laten we nog maar een paar pakketjes openmaken. Daar ligt een beetje vast. Kom op. Oké. €10.
11 euro. Ik doe nou voorlopig alleen nog maar even pakketjes. Ik moet zo eventjes wat deo kopen voor de stinkers in de winkel. Dat zat er nog in de box. Dus die gaan we eventjes opmaken. Kairoon, €16,31. Speciale kaarten. €11. Niet lekker bezig. Deze kan weg. Laten we nog een kaartentafel erbij gaan kopen. Oh nee, dat was hier zo. Oké. Nice. Dan doen we heel even deze kopen. Oké, let's go. €9. Dan zetten we deze gewoon in de hoek van de winkel neer voorlopig. En dan gaan we wat pakketjes openmaken. Als hij toch niks gaat kopen, dan blijven we gewoon pakketjes openmaken. Kom op. Oké, oh wacht. We hebben onze deo weer voor. Nice. €10. Ik denk dat ik dan straks deze challenge ook heb voltooid als de dag voorbij is. Dus gaan we heel eventjes de winkel alvast sluiten. En dan gaan we zo de eerste dag beëindigen. Helaas weer de eerste dag. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Oké, we gaan de dag beëindigen. Dan gaan we door naar dag 2. Oké, let's go. Gelijk die winkel open. Gelijk een paar packs. Om open te maken. Kom op. Oké, let's go.
Ik denk dat ik ook een kaartentafel weer moet gaan kopen. Ja, dat was hem dus al. Oké. Okay. €21. Zo dan. 9 euro. Gaan we heel eventjes deze weer verplaatsen naar hier. Wacht. Oké. Dan gaan we de kassa weer verplaatsen naar hier. Even kijken hoor. Laten we maar eventjes zo doen. Dan moeten we die kaartentafel gaan kopen. Oh, en we moeten onze rekeningen betalen. Even kijken. Card table. Dat is wel een flinke investering, want we hebben daar nog maar €34. Maar ja, dat gaat wel weer wat opleveren natuurlijk. Kijk hoor, deze zetten we heel even hier neer. 14. €9. En €2. Kunnen we die eventjes bijvullen? Dan gaan we gelijk onze kaarten te koop zetten. Oké. Dan pakken we er nog twee. Even gauw alle prijzen aanpassen. Oké, let's go. Dan is het nog steeds niet waarom die bij de pinautomaat zo glitcht. Ik heb geen idee waarom die dat doet. Dat is alleen bij die. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. We kunnen nou eventjes helemaal niks. Laten we gewoon een paar pakketjes pakken. Niet zo slim. Want ja, ik moet eigenlijk ze verkopen. Kom op. Nice, we kunnen weer wat geld verdienen. Die gaat onze eerste kaarten kopen. Nice. Oké. Okay.
deze zo eventjes hier inzetten. Voor de rest hebben we dan nog niks. We kunnen nou ook niet zo heel veel. Want ja, we hebben geen geld. Dus we hebben wel geld, maar niet zo heel veel geld. €9. Dan gaan we maar weer onze tafel bijvullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Kopen allebei maar één kaart. Maar ja, beter als niks. Kunnen we gelijk weer eventjes wat packs halen. Om de schappen bij te vullen. Oké, let's go. Ja, zoals ik al eerder heb gezegd, zal ik ook offline wat gaan spelen, zodat ik het niet opneem. Zodat ze niet weer alles opnieuw hoeft te zien. Dan zal ik denk ik rond shop level, ja ik weet het eigenlijk niet. Welk shop level ik weer wat ga opnemen. In ieder geval vanaf 46 natuurlijk, want daar waren we eigenlijk gebleven. Dus ja. Rum goal. Oké. Nope. Oké, we hebben weer een klant. €6. Kunnen we weer een kaart erbij doen. En dan moeten we even het licht aandoen. Nou ja, dan gaan we wel nog een kijken hoor. Doe ik nog wat pakketjes erbij halen. Oké. Zodat we heel de schappen weer bij kunnen vullen. Oké, die zetten we wel eventjes hier nu. Oh. Zo dan. €7. €2. Had ik hier. Oh, en hebben we de eigen playmat mee. Dat is wel nice. Ik moet 18 of 50 spelers hebben gehad. Wil ik deze aan kunnen passen. Oké. Dit is de buitenkant van de winkel. Ziet er best wel mooi uit hier zo. Hetzelfde als de Trading Card Shop Simulator. Oh, we kennen geen eens verder dan dit. Bij de Trading Card Shop Simulator, of bij de Supermarket Simulator, konden we wel helemaal rondgaan. Nee, dat kan hier niet. Oké. Dat is even te proberen. Oké, dat is goed. Zo.
Maar ik baal er nog steeds van dat ik mijn save-vel kwijt ben. Dat is echt zo jammer. Speciaals nog. Shallow, €10,74. De video zit er nou ook alweer bijna op. Dus gaan we nog een paar pakketjes openmaken. Oké, let's go. Esmerie, €11,70. Shallow, €78,92. Nice. Dat is wel goed. En dit is een full art voor €36,25. Let's go. Nocti voor €10,98. Nou, we hebben toch nog wel wat aardig goede kaarten uit de laatste pack opening. Oké, we gaan de winkel bijna sluiten. Zo, dan kan ik de rest, ga ik gewoon erbij doen. Hij is nou op, oké. En dan gaan we hem. Nou, hun komen ook nogal naar binnen om kaarten te kopen, denk ik. En dan gaan we de winkel sluiten, want het is 9 uur. Dan zijn dit de laatste 3 klanten. €0. Dan gaan we de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie van deze winkel hebben genoten. Van deze winkel. Ik weet niet meer wat ik allemaal zeg. Ik ben helemaal door de war omdat ik mijn savefile kwijt ben. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten. Vergeet er niet te liken en te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie bij de volgende. Tot dan!